Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom hier bij Planet Zone. Het is hartstikke vroeg en we staan hier vandaag in Hilversum op het Mediapark voor Studio 24. Ja, en wij gaan zo meteen een Samsung evenement bezoeken. Ja, een Samsung presentatie moet je eigenlijk zeggen. Want ze hebben vandaag alle nieuwe gadgets die ze ons gaan showen. En ja, misschien krijgen we ook nog wel wat mee. Maar Sheila, ik vind het wel erg vroeg en ik heb in de file gestaan. Dus ik zeg eerst even een kopje koffie. Ik zeg, gaan we doen. Let's go. Achter mij de nieuwste Samsung Smart Televisie. Frank die is hier om eigenlijk eventjes een rondleiding te geven in de nieuwe software, denk ik, die erop zit, hè, als ik dat goed zeg. Frank, kun je mij een rondleiding geven door deze prachtige televisie? Dat kan ik zeker doen. Nou, belangrijk is ten opzichte van vorig jaar is dat de hele interface is aangepast. De interface bestaat uit 5 pagina's. Je begint met deze pagina op tv. In het grote beeld zit het kanaaltje aan het kijken bent. En hier zie je alle programma's die op dat moment bij jouw kijkgedrag passen. Dus ben jij een voetballiefhebber, komen hier alle programma's te staan die op jouw kijkgedrag worden aangepast. Dus eigenlijk programma's waar ik vaak zelf naar kijk, die komen hier in dit scherm te staan. Ja, klopt. Daar heb je gelijk in. Ja. Oké, nou hoorde ik ook iets over als ik nou een bepaalde gender wil kijken. Dat je dat dus eigenlijk kan schrijven en dat ik hem dan vind. Heel goed inderdaad, ja. Als je inderdaad naar het kanaal toe gaat en je klikt erop. Dan heb je inderdaad deze afstandsbediening. Als je op deze knop drukt en je tekent als voorbeeld een 2, dan zie je dat hij naar kanaal 2 zal gaan. Dit is toch wel heel luxe. Mag ik dat ook eens proberen? Jazeker. Nou, druk op deze. En dan ga ik nu naar Nederland 3. Oh, wauw. Dit is wel heel luxe hoor. Mooi, hè? Inspreken kan ook, hè? Kan ook zeker inderdaad. Er zit een voice-knop op de afstandsbediening. Ja. Als je die indrukt en je kiest als voorbeeld Eurosport, dan gaat hij naar Eurosport. Oké. Okay. Nou, het opstartscherm is dus ook anders, hè, dan vergeleken met de vorige televisie. Klopt. Is het nou ook mogelijk om mensen die vorig jaar de nieuwste televisie hebben gekocht, om eigenlijk dezelfde software daarop te zetten? Mm-hmm. Het is een goeie dat je dat aanhaalt inderdaad. De hele interface is anders en de processor is anders, oftewel hij is sneller. Ja. Met een Evolution Kit kun je inderdaad de lijn van vorig jaar upgraden. Dus deze interface en de processor kun je upgraden op de vorige serie. Dus dan ben je eigenlijk net zo bij als dat je deze televisie koopt. Ja. Oké, nou daar heb je dan weer je voordeel mee. Kan ik mijn telefoon nou ook aansluiten op mijn televisie? Want ik hoor dat tegenwoordig eigenlijk alles connected is, hè, met elkaar. Kun je daar eens over vertellen? Ja, ik kan het laten zien. Als we naar het kanaal toe gaan en ik zet hem op screen mirroring. Ik pak mijn Note 2 erbij. Ja, want die heeft Frank. Toevallig in mijn zak zitten inderdaad. En ik selecteer All Share Cast. Dan gaat hij zoeken naar de tv die je kan koppelen. En je ziet het. Hij zal zodra hij gekoppeld is. De functionaliteiten van mijn telefoon naar de tv te streamen. Werkt het dan eigenlijk ook weer als een soort van afstandsbedieningje eigenlijk? Ja, in principe wel. Als ik bijvoorbeeld naar de website toe ga van ons en je draait hem op je telefoon, neemt dat één op één over. Dus je kunt nu ook websites op je telefoon invoeren en hij neemt dat één op één over op de tv. Dus dit is een soort afstandsbediening. Oké, wauw. Nou, ik sta hier op dit moment bij een van de grootste televisies van Samsung. Ja, hij is echt prachtig moet ik zeggen. En ook hier weet Frank natuurlijk iets over te vertellen. Ja, het is een UHD TV. Het is een 4K resolutie. Dat is echt de resolutie die is eigenlijk nog niet op de markt gebracht. Het is onze eerste Samsung TV. En je ziet, hij is vlijmscherp, omdat er meer pixels zijn toegepast in vergelijking met een echte LED TV. Ja, je hebt echt bijna je eigen bioscoop thuis, hè? Ja, klopt. Ja, ook de grootte is inderdaad, dat is gigantisch. En net stonden we eigenlijk bij een LED TV, hè? Klopt. Dus er zit eigenlijk, dit is gewoon veel mooier beeld, dat zie je eigenlijk gelijk. Klopt, al, hè? Ja, maar daar is de prijs ook wel aan natuurlijk. Ja. Want kun je ook een schatting geven wat dit nou gaat kosten? Kan ik helaas niet geven, maar voor de normale consument zal het onbetaalbaar zijn. Ja. Ja, we staan hier bij de ideale combi-magnetron, want deze kan vetvrij frituren. En dat ga ik dan ook doen. Nou, helemaal mijn ding. Ja,
Ja, ik had het net dus over zo'n combi-magneton die vetvrij kan frituren. En nou, ik sta nu bij zo'n eentje en die is ook in werking. En iemand die daarmee om kan gaan, dat is Richard. Richard, jij staat naast me. Kom er even bij. Vertel eens even wat over deze prachtige combi-magneton. Ja, dat is absoluut een gadget. Dit wil je gewoon absoluut in je keuken hebben staan. Waarom? Klopt. We gaan met helemaal nul olie of vet zijn we nu in staat om geweldig frituurresultaat te krijgen met de beleving, de look, feel en bite van een echte frituur. En dat is natuurlijk, ja, het kan niet mooier. Nee. Het signaal van we zijn klaar. Maar ik zie hier lekkere Vietnamese lumpiaatjes, klopt dat? Klopt. Dat gaat gewoon in een magnetron en dat is gefrituurd, bijna, ja. Maar dan zonder vet. Absoluut gefrituurd zonder vet. Heerlijk, ja, dankjewel. Ik ben benieuwd jongens, wat jullie gemaakt hebben. En dan moet je horen wat er nu gebeurt. Dankjewel. Oh, ik raak. En nog gezond ook. Gezond, de crisp, de bite. Oh, nice. Hij heeft lekker knapperig gehad. Ik word hier blij van. Goed, ja. Ze smaken hetzelfde. Je hoort de crisp, hè? Je hebt de beleving van frituur. Een hapje nog dit. De andere machine, dezelfde versie. We hebben heerlijke aardappeltjes. Heerlijk. Nou, je ziet al, ook de kleur is fantastisch. We zijn in staat om patat te bakken, om wedges te bakken. Een mooie kleur. Ja. Vanuit een zomer oven. Ja, nou zullen er meer mensen zoiets hebben van, hey, ik wil ook zo'n combi-magnetron, want dan kan ik wat vaker vetvrij patat eten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er ook zo'n eentje wil, maar dat is natuurlijk niet te betalen. Nou, ik heb een mooie verrassing. Ik krijg er één mee. De complete luxe versie, €349. Compleet en met dit resultaat. Dus zo'n combi-magnetron van Samsung, €349. Ja. Nou, ik ga er eentje halen. Dan zeggen wij grillen, hete lucht, magnetron en nu dus ook frituur. Ja. Nou, doe me er maar één mee. Goed, ja, oké, top. Dank je. Suus. Hey, Arvie. Nou, jij stond net bij een hele mooie combi-magnetron. Ja. Maar ik sta hier nu bij een ingebouwde oven / magnetron / stoomapparaat. Mm-hmm. En dit is wel heel bijzonder, want deze kan namelijk 3 verschillende temperaturen in 1 oven. Dus je hebt hier, zeg maar, zou je kip kunnen maken. Je zou bovenin zou je nog koekjes kunnen maken. En tussenin nog iets anders. Dus dat gaat niet, zeg maar, in 1 oven door elkaar heen. Maar Suus, ik heb ook gehoord dat je met dit ding, combi microwave, ja, dat je ook kunt stomen. Want klopt, er zit een kraan ergens. Ja, zeker weten. Waar dan? Oh, hier. Hier zit de kraan. Ja, inderdaad, daar kun je gewoon water inderdaad bij doen. Hierin zou je dan eventueel kunnen stomen, een lekker kippetje kunnen maken of weet ik veel wat. En ja, wat ik zeg, daarboven gewoon koekjes zonder eigenlijk dat ook de geuren door elkaar heen gaan lopen. Oh, maar dat vind ik wel belangrijk, want ik lust dus bijvoorbeeld geen vis. Geen viskoekjes, nee, ook, hè? Nee, ja. Nee, ja, dat krijg je dan. Okay. Nou, het verschil wel is dus, hè, dat de combi-magnetron echt een apart ding is en dat je deze echt wel moet inbouwen in je keuken. Ja, ja. Maar alsnog zeg ik wil hem hebben. Ja, ik wil hem ook. Ik zeg aan de slag in de keuken. Aan de slag. Ja, kom. Nee. Te klein. Te hoog. Oud model. Dit is hem. Dit is mijn ideale koelkast. Het voordeel hiervan is dat je eigenlijk weer het thema Smart Space kan terugzien. Alles zit op grijphoogte en op gebruikhoogte. Ook hier zit een easy slide in. Een hele kast dit, joh. En dit ook kan je verstellen zodat het consument precies zijn koelkast zou in wil stellen, of indelen zoals hij zelf wil. En er zit ook een cool select zone in die je kan instellen of op 0 graden, of op 3 graden, of op 5 graden. Easy handle. Handle die je omhoog tilt, waardoor die al meteen open gaat. Hier zit. Oh. Hele vries gedeeld. Heel groot, 2 deurs en een prachtige vries, hè? Een ladensysteem. En weet je wat het mooie nou is bij deze? Je hoeft niet meer te krabben. Er zal hier nooit ijs ontstaan. Ik heb mijn koelkast gevonden. Ja, dit is hem. Nou, op dit moment heeft Samsung ook de nieuwste wasmachines en hier staat er eentje. Ik heb net een hele goede uitleg gekregen over hoe het nou eigenlijk allemaal werkt. Ik ga hem eens even openmaken en dan komt er een heel technisch verhaaltje, maar goed, misschien wel interessant. Wat er eigenlijk gebeurt is dat er lucht in komt en er komt water in, waardoor je heel veel schuim krijgt. Nou, op het moment dat je schuim hebt, schijnt dat 40 keer sneller te werken dan wanneer je gewoon wasmiddel zo in de wasmachine gooit. Dus je vlekken gaan er eigenlijk sneller uit.
Wat ook het voordeel is, is dat de wasmachine eigenlijk heel met lage temperaturen kan wassen. Dus op het moment dat je inderdaad hoge temperaturen gebruikt, dan kost het natuurlijk veel meer energie. Dus dit is eigenlijk ideaal. Dan de Eco trommelreiniging, ook heel erg handig, want wat doet hij nou eigenlijk? Hij reinigt zichzelf helemaal. Dus hij geeft dat ook aan, hè, op het schermpje, op het moment dat dat dus weer moet gebeuren. Eigenlijk een soort APK kun je wel zeggen. Dan gaat hij weer helemaal reinigen en dan is hij eigenlijk weer zoals nieuw. Hey Suus, ik zie je 8 kilo staan. Dat kan er dus in haar was. Maar nou denk ik even bij mezelf en nou ben ik altijd wel wat meer kwijt. Ja. Zijn er ook andere mogelijkheden, grotere capaciteit? Of? Ja, zeker. Je hebt 7, 8, 9 en 12 kilo. Dus het is echt, als je dus 5 kinderen nog zou hebben, dan zou ik voor de 12 gaan. Dus je kan hem bestellen in verschillende kilo's, zeg maar, met hoeveel was. Nou dacht ik dus dat het misschien wel even leuk was als we even gingen testen dat jij erin ging. Oké, ik trek mijn kleren al. Ja. Ferry, we staan hier bij huishoudartikelen, iets wat mijn ding niet helemaal is. En dan staan we ook nog eens bij de stofzuigers. Zeker. Maar nou kwam ik een stofzuiger tegen die zelf kan stofzuigen. Klopt. Wat is dat? Deze gadgets zijn echt heel gaaf, want ze helpen je bij het stofzuigen. Daardoor hoef je zelf veel minder schoon te maken. Dan kan je lekker filmpje kijken of gamen of gaan stappen of wat je nou ook wil. Het is ook ideaal als je drukke baan hebt of kinderen of huisdieren, want hij maakt extra schoon. En wat ik zeg, wanneer jij wil. Maar Ferry, nou heb ik zo'n stofzuiger aangeschaft. Mm-hmm. En Navibot heet dat, hè? Ja. Maar neemt hij ook echt alle hoeken mee? Want dat lijkt mij niet. Ja, dat is bij een ronde stofzuiger niet altijd even makkelijk. Daar hebben we nu een oplossing voor bedacht. Dus op ons nieuwste topmodel, die kunnen we zo even tonen. Die heeft daar wel de oplossing voor en die maakt alle hoekjes en gaten maakt hij ook grondeling schoon. Oké, een topmodel willen we altijd zien. Zeker. Dus laten we gaan. Daar gaan we even naartoe. Nou, dit is ons topmodel, de Navibot Corner Clean, zoals wij hem noemen. Het voordeel hiervan is dus dat hij zelf kan scannen wanneer je voor een muur staat of een hoekje benadert of een object in de kamer. En dan kan je zo zien dat de borsteltjes komen op dat moment naar buiten. Ja, oké. En die maken dan dus daar extra schoon en dan vervolgt hij daarna lekker zijn weg om verder te schoonmaken in je huis. Oké, maar dat wil ik zien, want ik geloof het zo op eerste instantie niet natuurlijk. Dan gaan we demonstreren. Nou, mochten dan mensen denken dat ze zo dadelijk een UFO zien, dan is het niet, want het is een Navibot, robot, en die gaat, jij gaat hem even demonstreren. Die gaat het werk doen. Het lijkt inderdaad alsof hij uit de ruimte komt. Dat is leuk, dat is innovatief, maar eigenlijk is het heel simpel. Hiervoor heb ik een afstandsbediening, kan je zelfs gewoon, als je lekker op de bank zit, kan je hem aanzetten. En dan ga ik nu demonstreren. Oké. Je drukt heel simpel op start. Dit is het station, hè, wat je nu ziet. Oké, hij begint gelijk, want het is hier smerig. Nou, wat wel heel leuk is, is dat je dus hiermee een foto kan maken en deze camera kun je weer rechtstreeks aansluiten op een tablet. Oh. Dus dat zit zeg maar... Hoe dan? Via wifi? Ja, via wifi inderdaad. Dit is allemaal met internet. Als je dat met elkaar verbindt, komt dat dus gelijk binnen op je tablet. Oké, en hoe zit dat dan met een filmpje die ik eventueel wil maken? Komt die dan ook gelijk op de... Moet je wel zeggen dat dit niet per se een camera is om mee te filmen. Je hebt daar weer andere camera's voor waar dan een wat grotere lens ook op zit. Dat soort dingen. Je hebt zelfs 3D-camera's tegenwoordig. Nou, dat is wel heel mooi. Maar het zou wel kunnen. En nou wist jij volgens mij te vertellen wat die megapixels precies inhouden. Nou, nee. Dat, nou goed, maar dat kunnen we vragen. Want bij mij staat Jeroen. Jeroen, wat zijn megapixels nou precies? Nou, megapixels zijn de hoeveelheid beeldpuntjes die op de foto zitten, of eigenlijk op de sensor, wat uiteindelijk de foto maakt. Maar de sensor, de grootte van de sensor, bepaalt hoeveel licht er op de pixels kunnen vallen. En hoe meer licht, dus hoe groter de sensor, hoe beter je foto ook uiteindelijk wordt. Nou, we zijn eigenlijk alweer aan het einde gekomen.
komen van deze aflevering hier bij Planet Zone. Ja, het ging snel. Het ging heel snel. We hebben in ieder geval lekker een drankje gehad om nog even lekker na te praten wat we allemaal willen hebben. Ja, we zijn vandaag op het Mediapark in Studio 24 geweest bij de presentatie van Samsung. En Shashila, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik dit oproepje kreeg om hierheen te gaan, dacht ik van, nou, nee, ik ga het niet doen. Maar nu we hier zo zijn geweest en ik heb alle nieuwe dingen van Samsung gezien, ben ik eigenlijk een beetje fan geworden. Ik ook, ik ben verkocht. Ja. Ja. Oh, wacht. Oh, dit is de telefoon. Is het heel erg? Arvin? Nou, erg. Ik zie dat de Samsung Galaxy 3 nog heeft. Ja. Nou, nee, ik ben de Planet Zone. Samsung Galaxy S4 uitkomt. Nee, ja, hij komt uit. Hij is er nog niet, hè? Samsung Galaxy S4. Oké. Okay. Nou, anyway, ja, maakt niet uit. Hij is er nog niet. Doei, doei. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik vond het hartstikke leuk. En over tot de volgende keer bij Planet Zone. Ja, bedankt. En tot ziens, Planet Zone kijkers. Doei, doeg. Doei.